Hey, mijn naam is Harm en ik ga deze pants hier veranderen in een sixpack. En dat in 30 dagen tijd. Waarom? Nou, tijdens de feestdagen kon ik natuurlijk geen nee zeggen tegen lekkere biertjes, gebakjes en snoepgoed. En daarom ben ik 3 kilo dikker geworden in minder dan 2 weken tijd. En als ik zo snel kan aankomen, dan kan ik toch ook zo snel afvallen? Afvallen is eigenlijk heel erg simpel. Als je meer calorieën verbrandt dan dat je erbij vreet, dan val je af. Dus ik hoef eigenlijk maar 2 dingetjes te doen deze maand. Belachelijk veel calorieën verbranden en belachelijk weinig eten. Oh, en trouwens, mijn vriendin doet ook mee om mij te supporten. Nou, wat lief. Laten we beginnen. Dit belooft een lijpzware challenge te worden. Met uitputting, verhongering en verleidingen. Oké, hoe zwaar ben ik nu en hoeveel moet ik nou afvallen om een sixpack te krijgen? En daarvoor ga ik een meting doen op een hele dure weegzaal. Deze print een document uit waar alle details van je lichaam op staan. Ja, inclusief piklengte. Je mag op komen staan, voeten op de pedalen. 85 kilo. Oké, daar schrik ik wel van. Ik dacht dat ik 82 was. Oh, dit is nooit leuk om te zien. Ja, deze kerst was wel heftig, man. Ik ben een weekje ziek geweest, dus weinig gesport. Gewoon 3 kilo aangekomen. Nou, dan moeten we iets aan doen. We hebben een maatje de tijd. Dan mag je eraf en dan gaat hij printen, denk ik. Yes, oké. Dan de resultaten. En die zijn vrij normaal. Ja, je ziet het ook wel. Ik heb geen overgewicht, maar ik heb ook alles behalve een killer body. Dus vroeg ik aan Joel Beukers of dit überhaupt wel kan. Hij is al jaren afgetraind, dus ik denk dat hij het wel weet. Ik ga in januari droog trainen. Het is januari. Ja, ik ga deze maand ga ik droog trainen. En aan jou de vraag, ga ik het halen? Je hebt nu al best wel gewoon een prima basis. Jij kan binnen 8 weken kan je een heel mooi resultaat halen. Maar het moet binnen 4 weken, dat is het hele ding. 4 weken wordt wel heel krap. Hoeveel weeg je nu? Weet je dat? 84, 85? Ja, dat is, nou, oké, op zich valt het wel mee. Het is niet... Nee, het valt wel mee. Het valt wel mee. Ik denk dat je best wel iets kan doen. Het zou kunnen. We gaan het zien. Zelfs Joel Beukers zegt dat 8 weken het beste is. Ik heb maar de helft van de tijd. Maar er zijn mogelijkheden voor die sixpack. Dus ik heb hoop. En dit is mijn plan. 7 keer per week trainen, waarvan 6 keer krachttraining en 1 keer cardio. De trainingen worden zwaarder, intenser en veel langer dan normaal. En als het lukt, elke dag wandelen zo lang mogelijk als het kan. Totdat ik erbij neerval. Maar dan het hongerdieet, het allerbelangrijkste. Met zoveel beweging wil ik natuurlijk 10 keer meer eten, maar dat mag niet. Je weet wat ze zeggen, apps are made in the kitchen. Dus dit wordt mijn zware dieet. Ontbijt, een klein beetje havermout met melk, yoghurt met fruit, een eiwitshakeje, een lekker gembershotje en een paar pilletjes. Lekker maaltijdje. Dan de lunch, kwark met een banaantje en wat gepofte tarwe. En oh ja, 7 amandelen, ja, precies 7, want dat is al 50 calorieën. En nu komt het pittige, ik mag dus de hele challenge geen enkel tussendoortje nemen. Helemaal niks. Dan het avondeten. Lekker kippie in de pan, zonder olie. Met groenten. Heel veel groenten. Ja, echt niet normaal veel. Daar zitten echt bijna geen calorieën in, joh. Echt een lifehack. Oh, en met een schepje rijst. Zo weinig mogelijk natuurlijk. Ja, de avonden gaan vooral zwaar worden. Ik mag namelijk niks meer eten. Het enige wat ik nog mag is... een eiwitshakeje. In totaal mag ik zo'n 1600 calorieën. Normaal gesproken eet ik bijna het dubbele. En sport ik 3 keer zo weinig. Ik wens me succes. En daar ging ik. Dag 1, maandag, chest day. Bam! Ging heerlijk, bijna 2 uur getraind. En na de training direct wandelen om constant calorietjes te blijven verbranden. We zijn aan het lopen. Een uur lang. Of 2 uur, 3 uurtjes lopen. Ik zat gelijk diep in die challenge. En zo werd ik bijna elke dag wakker. Morgen mensen, ik wilde per se 7 uur opstaan. Nou, dat was geen goed idee. Want ik ging veel te laat naar bed, ik kon niet slapen. En nu heb ik 5 uurtjes slaap. Het is lekker donker buiten. Ik ga eerst ontbijten, dan ga ik sporten. Dan ga ik sporten, dan ga ik sporten. Dan ga ik misschien lunchen. Dan ga ik sporten, sporten, sporten. Dus dan is het tijd voor avondeten. En dat deed ik ook. Als een robot maakte ik elke dag hetzelfde ontbijt. En ja, ik weet het, je moet altijd gevarieerd blijven eten. Dus nam ik soms een andere lunch met dezelfde calorieën. Mensen, wat ik nu ga eten, dat voelt echt als een cheat meal. Voor het eerst in de week brood met wat kipfilet en heerlijke eitjes. Alsnog is dit hartstikke gezond, ik weet het. Maar iedereen weet dat brood niet het allergezondste is wat bestaat. Daarom eet ik ook de hele week kwark. En Nomi die komt ook kijken en hij zei...
Je nam je dit ook mee. Ga je lopen? Ja. Heel veel succes. Je bent ook goed bezig. Goed, ik ga dit lekker opeten. Ja, ik trainde denk ik ook iets te hard. En dat kan eens verkeerd aflopen. Het is dag 4 en mensen, ik ga dood van de pijn. Ik zweer het je, mijn linkerbeen kan niet meer naar achter. En ik loop er serieus zo bij. Oh, dit is niet normaal. Oh, trouwens, omdat ik het trainen nu 10 keer zo serieus neem, heb ik ook nieuwe gewichten besteld. Hey. Ja, ik heb echt weer voor €400 aan spullen besteld. En dit zijn alleen nog maar wat dumbbells. Meer gewicht. Let's go. Yo, waarschijnlijk ben ik al meer dan 1 kilo afgevallen. Alles verliep goed. Tot het weekend aanbrak. Het weekend is inmiddels aangebroken. En ik verveel me helemaal de tyfus. Meestal ben ik op dit moment aan het zuipen. Of lekker iets aan het eten. Broodjes halen. Maar dat mag nu allemaal niet. Ik heb de hele tijd zin om de kastjes open te trekken. Maar ik mag niks eten. Het dieet moet strak blijven de hele maand. Maar we maken er het beste van. Jongens, fijn weekend. Oh, ik heb deze maand trouwens 3 verjaardagen. Hoe? Verzin je het? En ik werd gelijk op de proef gesteld. Bier, cocktails, lekkere vette hapjes. Zo, ik had gisteren een feestje en dit voelt zo gek. Meestal ben ik hartstikke brak, lig ik op de bank, half te kotsen. En ik ga nu gewoon sporten. Ik ben ineens productief, ik doe dingen. We gaan zo wandelen, we gaan genieten. Ik moet ook eerlijk zeggen, ik heb helemaal geen zin in drank. Ik heb geen zin in ongezond eten. Waarom zou ik het eten? Daar word je dik van. De eerste week zit er bijna op. Ik ben gemotiveerd. Ik ga kilo's afvallen. Dit pensie gaat eraf. Yeah. Abonneer! Nu! En wat een brakke zondag had moeten zijn, werd ineens een zondag waarop ik een flink record ging zetten. Mijn PR, 120 kilo. Heb ik 1 keer gedaan. Oké, max gewicht. Let's go. Jezus. Je moet ik hem doen. Oh shit. 20 kilo erbij. Dat is toch fucking nice? En dat op een zondag, hè? Normaal lig ik brak op de bank. En dan sta je dan even een PR te drukken. Maar het weekend is niet de enige verleiding die ik heb. Ik heb ook opnames dagen dat ik weg ben. Hoe hou ik die vol? Ik heb nog nooit kwark gegeten terwijl ik bitterballen ruik. Het ziet er lekker uit, Arm. Ik kan niet eten. Oh, suiker. Waarom glinst het suiker ook altijd zo? Oh, ik moet nog 2 weken. Als jullie daar lekker tosties lopen te eten, ga ik ook wel gewoon hier zitten. In mijn eentje. Nou jongens, eet smakelijk. Gast! Nee! Ga weg! Oh, goor. Echt heel goor. En hoe smaken die 400 calorieën per hap? Heerlijk. Schuif het er binnen. Wie pakt de laatste? Wie mag Adam? Oh, ja. Okay. Mag ik? 1. Okay, jij. Nah. Yo. Nee, mag niet, hè? Maar toen ging het een keertje fout. Oh, wat erg, mensen. Oh. Vandaag hebben Noemi en ik 5 jaar. Gefeliciteerd, schat. En daarom is het tijd voor onze eerste cheat meal. Nou ja, tenminste, het is niet echt een cheat meal. Want we gaan proteïnepannenkoeken nemen. Hier zit banaan in, havermout, ei, kaneel. Oh ja, proteïnepoeder ook nog. Het enige wat ongezond is, is de olie in de pan. En ik weiger om pannenkoeken zonder stroop te eten. Dus ik doe er een klein beetje stroop overheen. Het is de eerste keer dat ik een soort van iets neem wat ik echt niet zou mogen nemen. Alleen ja, het zal misschien 100 calorieën meer zijn aan de ding. Pannenkoeken, baby! Let's go! We doen even een taste test. Hoe is de pannenkoek? Dit is goed. Oh, dit is zo lekker. Oké, ik leg de camera weg. Flikker me lekker op. Ik ga eten. Doei! Ja, wat leuk, hè? 5 jaar samen. En als we normaal stel wat we zijn, gingen we natuurlijk ook lekker uit eten. Nee, natuurlijk niet. We gingen samen sporten. En lekker een stukje wandelen. Ja, jongens. Zelfs in de regen moeten we lopen. We moeten blijven bewegen. Kijk dan. Helemaal bewerkt. En dat puur omdat wij onze meters willen maken. Ik ben er echt klaar mee. Soms had ik wel echt moeite met de challenge. Mijn sociale leven had al zo'n dikke klap gehad. En dan moet je ook nog eens met honger leven.
Het is nu laat op de avond en dit zijn de momenten dat het moeilijk is. Die late night snack. Och, wat mis ik die toch ongelooflijk. De rest van de dag prima vol te houden. Elke avond is gewoon 4 uur lang afzien. Alles komt goed. En als ik een feestje had, mocht ik niet zuipen. Het klinkt echt als iets wat een alcoholist zou zeggen. Maar kijk dit, kijk hoe saai. Zij drinken heerlijke cocktails. Oehoe. En ik drink... Oehoe. Een eiwit shake. Ja, is een pijnkop. Nee! Maar om die motivatie te blijven houden, trakteer ik mezelf. Nieuwe gewichten en een riem. Ja, dit zijn 20 kilo's. Dit zijn 2 van 10 kilo. Dus ik heb nu in totaal 200 kilo aan schijven thuis liggen. Hierdoor werd het trainen een stuk uitdagender. Op een random dag besloot ik namelijk even mijn nieuwe PR van 180 kilo te deadliften. Geloof het of geloof het niet, 180 kilo. Dit is niet normaal. Ik deed ook steeds meer cardio. Waarom? Omdat het gewoon goed is. Net de meest intense chest workout ooit gehad. Van in 5 kilometer lopen, de hele dag door bewegen. Deze is zwaar hoor, ik heb gisteren leg day gehad. Mijn beentjes doen een beetje pijn. Mijn boeien, weet je wat ook pijn doet? Overtollig vet op je buik. Dus dan moet je kracht trainen. Oh, ik heb trouwens ook veel gepadeld deze challenge. Ja, dat doe ik dus ook, mensen. Best leuke sportje, een soort van tennis, maar dan in een kooi. Echt een aanrader. En natuurlijk een hele makkelijke manier om extra calorieën te verbranden. En het was weer tijd voor een verjaardag. En dat betekent lekker taart, lekker zuipen, lekker bitterballen. Wat is dat? Ja, lekker snackjes. Oh, huh? Mag ik ook? Leuk verjaardag, hè? Die bitterballen hebben een pakje. Ondersteunende ouders. En in tijd dat je het moeilijk hebt. Maar toen was het zover. 30 dagen lang heb ik als een monnik geleefd. Gesport tot ik erbij neerviel. En dit hongerdieet volgehouden. Maar is het gelukt of compleet gefaald? Heb ik 6 zichtbare blokjes? Dat is natuurlijk de vraag, hè? Weet je wat? Daarvoor heb ik een jury nodig. En daarom ben ik bij... Oh... Joel Beukers. In de Gouden Tempel. In de Gouden Tempel, daar zijn we weer. Nou, ik was natuurlijk 85,5 kilo. Nou ja, goed vol van de kerst. Maandje mijn best gedaan. En nou ja, ik ben zelf wel op zich wel een beetje tevreden met het resultaat. Maar dat maakt hem niet uit. Nou, jullie mogen oordelen. Het belangrijkste is natuurlijk wel dat je zelf tevreden bent. Ja. Kom. Kom. Let's go. Kijk. Maar voordat de jury bepaalt of het experiment geslaagd is of niet, eerste meting. Dames en heren, het is zover. Ik ben echt zenuwachtig, slaat nergens op. Ik moet gewoon op een weegschaal staan. Maar ik heb 4 weken alles op alles gezet en dan komen we nu achter. Ik ben best wel benieuwd. Wat denk jij hoeveel ik ben afgevallen? 4 kilo. Maar wat misschien nog wel belangrijker is, heb ik een sixpack? Want dat was de challenge. Het gewicht boeit eigenlijk niks als ik maar een sixpack heb. Ja of nee? Ja. We gaan het zien. Nomi? Ben je er klaar voor? Ja. Ik trail gewoon oprecht een beetje. Het slaat echt nergens op. Het is zo dom. Gaan we dan. Oké, Dennis, nu moet ik toch vragen. Voordat we überhaupt gaan meten, hè, want dan heb je statistiek erbij. Is dit al goedgekeurd of wat denk je? Zeker, 100%. Ja? Ja. Top, gaan we dan. Let's go. 85,5. Kom op, please. Ik denk 81 of zo. Nee. No way. No way. No way. Dit meen je toch niet? 6,2 kilo. Dit kan niet. Dit kan niet. Nee, dit kan niet. Wat was je spiermassa vorige keer? 43,8. Dus die is ook nog eens toegenomen. Dus het is gewoon gelukt, joh. Lekker. Oh, damn. Holy shit, man. 6,2 kilo. Wow, ja, dit is supergoed, man. In 4 weken. Ja, maar dit is echt gigantisch verschil met de vorige keer. Dit is echt serieus goed gedaan. Ah, thanks, ja. Laat de rug eens zien. Ja, spannen. Zo, hier, goede rug heeft hij ook. Ja, dit is supergoed. Ja, 6,2 kilo. Dit is echt supergoed. 6,2 kilo. Ja, maar dat is echt veel op 84 kilo waar ik woog, toch? 85. 85, supergoed. 79,3. Ja, ik vind het echt supergoed. Nee. Ik had niet verwacht dat het zo goed zou zijn, zeg maar. Het klinkt misschien wat overdreven, maar wat ben ik trots op dit resultaat. Ik ben letterlijk van een buikje met love handles naar ripped gegaan. Ik zie spieren, pezen en aders die ik nog nooit in mijn leven gezien heb. En dat in maar 4 weekjes tijd. Naomi heeft ook echt goede resultaten. Ze is enorm in spieren gegroeid, maar alsnog 1,5 kilo afgevallen. Maar jongens, geloof me, als deze gamende nerd het kan, dan kan jij
het ook. Ik weet dat er veel kijkers zijn die struggelen met hun gewicht en er al tijden iets aan willen doen. Het klinkt zo standaard, maar geloof me, met de juiste mindset is alles mogelijk. 4 weken was voor mij al genoeg. Oeh, zo serieus ben ik nooit. Weet je wat? Na een maand geen slok bier, mag ik dan eindelijk weer een pilsenmannetje. Ho, die eerste slok. Is dit de hardste? Oh, ja, Atten! Ja, hey. Is het lekker? Zo. Dat heb ik wel gemist, hoor. Dit is wel lekker verfrissend. Hoor. Ik heb hem hoor. Hey. Zo, lekker spul, hè? Ja. Weet je wat? Omdat ik 6,2 kilo ben afgevallen, geef ik 6,2% korting op mijn eigen frisdrank en bier met code SIXPACK. Sponsor. Het bier is wel 18+ natuurlijk. Ga naar harmshop.nl. Geniet, maar drink met mate. En als je iets te vieren hebt, zoals een SIXPACK. Oh, ik heb trouwens 3 minuten mijn adem leren inhouden. Dat was ook zo'n heftige challenge. Check hem hier. Klik op je beeld. Hup, doe het.